Het is uw eerste lokale campagne, denk ik, dat u voert. Dat ik echt voer, ja. Ja. Hoe reageren de Leuvenaars op uw komst? Dat moet je aan de Leuvenaars vragen, maar ik denk dat men... laat mij zo zeggen, Louis Tobak zegt graag, als ik die mag citeren, dat hij het apprecieert dat, dat ik deelneem aan de verkiezingen en eventueel zou verkozen geraken in de gemeenteraad. Hij ziet dan niet zo direct dat ik verkozen zou worden als burgemeester, wij hebben er andere opvattingen over, maar in het algemeen denk ik wordt dat wel positief gewaardeerd. Ik denk ook dat het debat in Leuven sereen gevoerd wordt, dat we zeggen waar het op staat. Dat we ook niet onnozel kritiek gaan voeren op dingen die goed lopen, maar dat we wel, denk ik, de vinger op de wonden leggen en zeggen dat 18 jaar, dan is men uitgeregeerd en dan moet men echt eens iets anders gaan doen. Ja, er zijn 45 zetels in de gemeenteraad. SPA heeft er 18 van. We hebben er nu 1. U hebt er 1. Ja. Dat is een redelijke kloof die je moet overbruggen. Luc Belles heeft dat goed gedaan in de voorbije periode, maar heeft het natuurlijk niet zo gemakkelijk gehad. Ze zaten ook in een kartel. Dat is een enorme... kloof. Het is ook heel moeilijk te voorspellen hoeveel procent we gaan halen in Leuven. Gaat dat 15% zijn, dan zou dat al meer zijn dan ooit de volkslied tevoren gehaald heeft. Of zal dat 35% zijn, omdat dat dan beïnvloed wordt door de nationale... Ik weet het niet. Er zouden peilingen op komst zijn, dus ik wacht die af. Maar eigenlijk, zelfs die peilingen, moeten we nog zien wat ze waard zijn. Ik weet het niet. Wij zijn bereid om bestuursverantwoordelijkheid te nemen. Wij maken een duidelijk alternatief, denk ik, in Leuven. Zeggen, kijk, als je zeker wil zijn dat wij niet Tobak voordragen als burgemeester, dan moet u voor ons stemmen. En anders kan u beter op de socialisten stemmen als je wel Tobak hebben. De Groenen hebben dan nog een beetje hun eigen profiel bij ons. Dat is het dan. Ja, want CD&V is eigenlijk al jarenlang de coalitiepartner van Louis Tobak. Ja, en loopt misschien wel een beetje in zijn schaduw mee. Oh, ik stel alleen maar vast dat zij campagne voeren onder het motto het alternatief, maar vervolgens in alles als een aanhangwagen bij de SPA fungeren. Ik weet niet, maar misschien is het omdat ik niet genoeg kennis heb, hè, maar ik weet niet waarin zij verschillen van het beleid van de burgemeester. Ook hun propaganda is volledig gebaseerd op wat ze in de voorbije periode gedaan hebben. Dus als mensen zeker willen zijn van voorzetting wat het is, dan moeten ze best socialist zijn. Ja, dat lijkt een beetje een nationale tendens te zijn, als we die woorden kunnen gebruiken bij lokale verkiezingen. Maar in veel gemeenten en steden gaat het over de keuze inderdaad tussen continuïteit en verandering. Ik denk het wel, ja. Tussen doorgaan, slogan van de SPA in Leuven, en verandering. Waarbij wij natuurlijk niet pleiten voor een verandering van wat goed loopt. Ik bedoel, zo slim zijn we ook wel. Maar waar we wel zeggen, het is nodig dat Leuven heeft een bevolking, we moeten dat niet overdrijven, maar die veel mondiger is dan in veel andere steden. Je hebt heel wat mensen die gelieerd zijn aan de universiteit, die daar gestudeerd blijven hangen en zo verder. Die mensen willen meedenken wat er gebeurt in hun buurt. Wel, daar is geen ruimte voor vandaag. En ik denk, daar hebben we alles bij te winnen. Wil dat zeggen dat we minder besluitvaardig zullen zijn? Nee. Maar wil dat zeggen dat de mensen zich er beter gaan bij voelen als ze weten welke projecten op stapel zijn, als ze daar kunnen bij betrokken worden, als ze kunnen zeggen, ja, maar als ze dat nu zo doet in plaats van zo, dan gaat het hetzelfde resultaat hebben, maar gaan wij er minder last van hebben. Dat kan toch alleen maar winnen, iedereen doen winnen. En daar is de openheid vandaag niet voor aanwezig. Ja, heeft Leuven trouwens meer inwikkelingen dan andere steden? Absoluut. We hebben een verloop, ik heb ooit de cijfers gezien, ik denk tussen twee verkiezingen in, dat meer dan een derde van uw kiesvolk verandert. Dat is iets wat je in andere steden niet hebt natuurlijk. Ja. Hè? En dat heel wat jonge mensen blijven een tijdje hangen of proberen te blijven hangen. Als er kinderen komen is het heel moeilijk om te blijven in Leuven, want dan heb je problemen in verband met kinderopvang. Daar gaan we ook iets proberen aan te doen. En heel wat mensen wijken dan uit naar de omliggende gemeente. En dat betekent dat je dus mensen hebt die vaak van buiten Leuven komen, daar enkele jaren zich ingeschreven staan, in het bevolkingsregister, en dan daar weer verdwijnen. En dat verloop is veel groter dan in andere steden. Ja. We hebben ook problemen of een debat dat anders loopt. We hebben eerder nog over gesproken, maar bijvoorbeeld de migratie. Wij hebben 151 nationaliteiten in Leuven, maar veel daarvan zijn mensen die geleerd zijn aan de universiteit, zijn mensen die ontwikkeld zijn, die een tijdje hier zijn of bij ons hun carrière maken, dat is een ander soort problematiek. Mm-hmm. Je hebt daarnaast ook wel wat migrantengemeenschappen, maar
dat is iets gans anders. Wij scoren ook het best wat de gastvrijheid betreft en de openheid naar andere culturen van alle Vlaamse centrumsteden. Ja, dat creëert natuurlijk wel een kiezerspotentieel, die verschuiving in de bevolking. Ja. Want dat zijn nieuwe mensen die niet per se overtuigd zijn van wat Louis Tobacco al in het verleden gepresteerd heeft. Dat is juist, dat geeft mij nog extra hoop. Je kunt dat ook omdraaien natuurlijk. Dat zijn mensen die nog niet weten hoe de bestuurstijl echt in elkaar zit, omdat ze nog niet rechtstreeks contact mee gehad hebben. Ik weet het niet, we zullen moeten afwachten. Ja, er is veel te doen over die federale weerslag die zou op die lokale verkiezingen spelen. Uw partij wordt een beetje verweten van daarop te speculeren en van dat vooruit te schuiven, terwijl iedereen zegt van eigenlijk moet het gaan over inhoudelijke problemen. Hoe kijkt u dat tegenaan? Oh, ik denk één, je kunt dat op verschillende lagen zien. Hè. Eén, wij zijn een politieke partij en die politieke partij is op verschillende niveaus bezig. Goed, maar we blijven dezelfde politieke partij. Ik ben er een beetje tegen te horen. CD&V zegt in verband met YouPlace, ja, maar CD&V, Vlaams Brabant was tegen. Ja, goed, je zet één politieke partij, dan moet je de bultjes met de buil nemen en dan moet een... Bon. Mm-hmm. Dus in dat opzicht speelt dat natuurlijk mee. Mm-hmm. Anderzijds denk ik dat het debat lokaal gevoerd wordt. En in Leuven, moet ik zeggen, is dat grotendeels het geval geweest. Ik stel vast dat in andere steden dat wat anders loopt. Maar bij ons wordt het debat echt lokaal gevoerd. Dat daar een wisselwerking is, ja. Voor een stuk is die logisch. N-VA is een niet-traditionele partij. Ze is daarvoor bekend. Ze is ook bekend om te doen wat ze zegt. En dat zullen we ook op lokaal vlak doen. Als ik vandaag zeg dat ik tabak niet voordraag als burgemeester, ja, dan weten de mensen dat dat, wat dat waard is. Want dat is waard wat wij ook op ander niveau zeggen. Als wij iets zeggen dat duidelijk is, dan houden we ons daaraan. Dus in dat opzicht speelt dat mee. Maar of nu de evaluatie van Brussel-Halle-Vilvoorde, of je vindt dat dat nu gesplitst is of niet, of dat dat slecht gesplitst is, of wat ik lees in de krant vandaag, dat... men nu zodanig aan het manoeuvreren is dat er helemaal niks gaat gesplitst zijn omdat het voor de Senaat gaat verder blijven bestaan. Ik weet dat niet. Dat zal meespelen, maar dat zal vandaag niet meer meespelen als anders, denk ik. Ja, maar uzelf blijkt ook uit wat u zegt. U werd toch ook mee een stuk van die polarisatie. U zegt ook, het is de keuze voor of tegen tabak. Ja, maar dat heeft niks te maken met nationale politiek. Dat heeft te maken met het feit dat ik niet geloof dat je een nieuwe bestuurstijl kunt invoeren met tabak in een vierde... bestuursmandaat. Dat heeft niks te maken met een blok tegen alle SPA-burgemeester of wat dan ook, men daar kan achter zien. Ja, zie ik het dan juist dat uw grootste of laatste ambitie, hoe moet ik het dan noemen, of uw ambitie is van de tweede grootste partij te worden in Leuven? Wel, als het kan wil ik de grootste worden hoor. Ik zei het al, het is heel moeilijk te voorspellen hoe de verhoudingen gaan liggen op 14 oktober. We hebben ook geen echt waardevolle peilingen. Maar het spreekt voor zich dat een resultaat dat dicht bij dat van de socialisten ligt, ons zeer zal bevallen. Ja, u hebt het al genoemd, YouPlace. Het is een beetje een nationaal dossier wat dan afspiegelt op een aantal van die steden en gemeenten. U kan daar niet veel anders aan voor YouPlace te zijn en tegen tabak te zijn. Nee. Ik bedoel, dat is echt te kort door de bocht. Ja. Ik bedoel, ik vind YouPlace... niet zo'n interessante zaak. Ik vind dat geen goed idee geweest. Net zoals zo min als die andere enorme winkelgebieden die men wil creëren. Ik denk dat dat dom is. Maar goed, er zijn afspraken rond geweest. Die afspraken zijn trouwens initieel gemaakt met de socialisten erbij. Het idee was van een bepaalde terreinen waar er niks mee kon gedaan, een brownfields, om te zetten naar iets anders. En daarvoor had men de centen van de privésector nodig. Daarvoor zijn er afspraken gemaakt met de privésector. En afspraken houdt geen. Het is niet omdat Leuven daar nadeel gaat van ondervinden, dat wij moeten zeggen dat YouPlace er niet moet komen. Of YouPlace er komt of niet, moet op zijn eigen merites worden bekeken. Of dat al leefbaar is, of dat dat een overlast gaat berokkenen, mobiliteit, fijnstof enzovoort. Ik stel vast dat die afwegingen gemaakt zijn op het niveau dat het moet gemaakt worden, met name van de Vlaamse regering. Ik stel vast dat daar alle meerderheidspartijen daar zijn gaan achterstaan en dat de oppositie daar ook achter staat. Goed, dan is het een beetje belachelijk van in Leuven te zeggen, maar wij zijn tegen, of Vlaamse Brabant is tegen, wij zeggen. Dat is daar afgewogen, we kunnen alleen maar vaststellen dat dat gebeurd is. Eén. Twee, moet Leuven gewoon bij zitten en kijken wat er gebeurt? Nee. We moeten zorgen dat onze stad aantrekkelijk is
aantrekkelijk blijft, aantrekkelijker wordt voor mensen die er willen komen shoppen. Dat is mogelijk als je zorgt dat je mobiliteit in orde is, dat mensen niet zonder te veel moeilijkheden ook naar ons toe kunnen komen, dat het aanbod er een is waarvoor je alleen maar in Leuven moet zijn. Ik heb al gelanceerd, eigenlijk met alle innovatie die we hebben, met de jongere mensen die bij ons rondlopen, met de openheid die er is voor nieuwe dingen, zou je moeten kunnen hebben dat Leuven de stad is waar je het eerste iets gezien hebt. Goederen, spektakels, dat is een rol die wij kunnen waarmaken met ons publiek. Er is een openheid naar nieuwe dingen. Dus dan hoef je niet zo schrik te hebben van iets wat op 30 kilometers van u ooit misschien uit de grond gaat gestaan, maar dan moet je wel vanaf morgen beginnen aan uw eigen stad, ook wat dat betreft, aantrekkelijk te maken. Het is al aantrekkelijk, er komen al veel mensen bij ons shoppen, maar dat kan uitgebouwd worden, dat kan ook een specifieke kleur krijgen. Dan kunnen we ook iets aanbieden dat veel toffer is dan een new place waar men artificieel iets cultureels gaat creëren, waar men artificieel wellicht wat gebouwen gaat neerzetten die moeten oud lijken. Wel, in Leuven zijn ze oude gebouwen. In Leuven is er een cultureel aanbod dat moeilijk kan geëvenaard worden. We moeten gewoon echt zorgen dat we die troeven te volle uitspelen. En daar is een verwijt misschien aan de huidige bestuursploeg dat iedereen met zijn ding bezig is. De Schepen voor Toerisme is met zijn dingen bezig, die van handel is met iets anders bezig, die van mobiliteit is weer met iets anders bezig, enzovoort. En daar moeten we, denk ik, komen tot meer geïntegreerde planning. Ja, tabak is te veel een beetje een keizer die heerst, divide et impera. Dat zijn uw woorden. Ja. U hebt gezegd, er zijn veel dingen die veranderen. Er is veel, er is ook, Leuven staat open voor vernieuwing. Een van de nieuwe dingen zijn de sociale media, waar jonge mensen toch zich zeer sterk mee communiceren. Gebruikt u dat in uw campagne? Er zijn heel wat mensen bij ons die daar heel actief in zijn. Ik volstrekt niet, omdat ik al enkele jaren terug het besluit genomen heb om daar volstrekt weg te blijven. En dat is een beslissing waar ik mij aan hou. Er zijn al heel wat mensen die aan mijn jas getrokken hebben en zeggen, je zou toch moeten op Twitter aanwezig zijn. Ik doe daar niet aan mee. Want dat is mijn beslissing die ik genomen heb. Trouwens, denk ik, als ik geen mandaat had, toen ik vind een prof, blijft daar weg. Goed, mijn privéleven is één zaak, publiek leven is een andere zaak, en dus ik scheid dat. Veroordeel ik dat? Nee. Ik zie hier veel mensen die op Facebook actief zijn en dit en dat, maar persoonlijk heb ik daar een lijn getrokken, ik doe daar niet aan mee. Ja, maar je kan het ook gebruiken als puur informatiekanaal. Ik weet het, ja, maar er zijn heel wat argumenten, maar er is ook een argument om te zeggen, ik blijf daar weg. Ja. Ik vind het niet nodig dat mensen weten waar ik ben de hele tijd, ik vind het niet nodig dat mijn gsm aangeeft waar ik de hele tijd ben. En heus, ik doe geen gekke dingen, maar ik vind dat is mijn privacy en ik sta een beetje verwonderd van mensen die, we gaan ze nu geen publiciteit geven, maar de Piratenpartij die aan de ene kant tegen camera's heel erg gericht is, maar langs de andere kant voor een extensief gebruik van het internet en voor, ik denk dat die mensen toch eens zouden moeten realiseren dat die camera's veel minder een bedreiging zijn voor hun privacy dan een aantal van de dingen die zij gebruiken, waarbij men perfect kan aangeven wat uw voorkeuren zijn van kleur, of u liefst 's morgens of 's namiddags gebeld wordt, en welke auto's u ooit zal rijden als u verder blijft gaan zoals u bezig bent. Maar goed, dat is hun zaak, hè? De trucken van de marketing. Ja. Wanneer mogen we spreken van een revolutie aan de delen? Revolutie aan de delen? Ik hoop dat er een Leuvense lente komt in 14 oktober, maar dat is ook overdreven natuurlijk. Nee, nee, positief gezegd, ik denk dat 14 oktober de kans reëel is van de verandering. De kans is reëel dat een andere bestuursmeerderheid mogelijk wordt in Leuven. En daar zullen wij zeker het voortouw in nemen. Dat is geen onmogelijke droom, want in Leuven bestaat bij sommige mensen zowat het gevoel, soms heb je de indruk, of bestond het toch vroeger, ja, tabak, we zijn daar tegen, maar ja, je kunt daar toch niks aan doen. Maar ik denk dat het nu mogelijk is, maar dan moeten ze wel overeenkomstig stemmen. Ja, goed. We zullen zien wat 14 oktober brengt. Absoluut. Bedankt voor uw analyse, Danny. Graag gedaan.